lijst van 50 beste RTL4-programma's is het programma van een vrouw die helaas te vroeg is overleden. Ze was mooi, ze was getalenteerd, ze was spraakmakend en ik ben dan ook heel erg blij dat we haar programma in deze uitzending hebben. Genomineerd, Sylvia Millekamp. Sylvia heeft deze kamer harder nodig dan jij. Zal ik jou vertellen waarom ze is weggegaan uit Zeeland? Nee, doe dat maar niet, Nanette. Oh ja, nee, vertel maar. Ze is gedumpt door de man waar ze van hield. Hij heeft me helemaal niet gedumpt. Ik heb er zelf een einde aan gemaakt. Oh. Ik had een verhouding met een getrouwde man. En nou zit ik het verdomme zelf te vertellen. Na 10 jaar belooft hij er eindelijk te gaan scheiden van zijn vrouw. En dat hij met haar zou gaan trouwen. Nanette, alsjeblieft. En na 10 jaar van geheime afspraakjes in hotels, bij haar thuis en in het ziekenhuis waar hij werkt als... Nanette, als ik het heel lief vraag, hou je dan op? Na 10 jaar vraagt ze hem wanneer het er nou eindelijk eens van komt. Nou, wat denk je dat hij zegt? Nou, Sil, wat zei hij? Waarom zouden we een overhaaste beslissing nemen? Daarom is ze weggegaan uit Zeeland en daarom heeft zij deze kamer harder nodig dan jij. Ah, en wat hebben we hier? Wij hebben elkaar nog niet ontmoet, geloof ik. Ik ben Fred Cordoba van het nieuws. Dames en heren, goedenavond. Ik ben Sylvia de Jong. Ik ben de nieuwe... Fantastisch. Ja, ik zei al tegen Leo dat we een nieuwe nodig hadden. Welkom in mijn team. Ja, Cordoba, zo kan hij wel weer, hè? Naar de studio. Ik ben zo klaar. Praten jullie nog maar even met elkaar. Weet je wat ik niet begrijp? Nou? Dat een vrouw van 35 met een mooi uiterlijk en een heel fijn karakter niet getrouwd is. En dan heb je het over Sylvia? Ja. Niet over mij? Nee. Want dat ik niet getrouwd ben, dat snap je wel. Ja. Zou jij dat misschien even op kunnen schrijven voor mijn moeder? Want die begrijpt er niks van. Nou zat ik te denken... Jij werkt hier alweer een aardig poosje en ik heb niet het gevoel dat we elkaar echt hebben leren kennen. Misschien dat jij en ik samen een keertje kunnen gaan eten? Oh, Fred. Natuurlijk niet. Buig. Buig. Ja, buig. Ik wil helemaal niet buigen. Trouwens, was dat jouw idee om dat item te doen over die club voor gescheiden mensen? Nee. Ja, nou ja, weet je, ik dacht... Rechts. Ik dacht, nou ja, misschien is het iets voor ons. Rechts. Een club voor gescheiden mensen? Ja. Waarom niet? Hè? Waarom niet? Ja, waarom niet? Ik bedoel, geef mij 1 reden waarom we ons niet zouden aanmelden als lid. Nou, ik geef je 1 goede reden, maar volgens mij moet die reden voor jou bekend zijn. Wij zijn niet gescheiden. In heel Utrecht wordt volgende week een begin gemaakt met de uitvoering van het provinciale herstructureringsbeleid. Van het provinciale herstructureringsbeleid. Van het Provençaalse herstructureringsstukwerk. Wacht maar. Ja? In heel Utrecht wordt alles anders. Ja, het betekent niks, maar ik kan het in ieder geval voorlezen. Zeg, hou jij die doek om? Ja, nou, ik wil hem wel weer afdoen als je niet weer zo stom gaat zitten lachen. Nee. Sorry hoor, nou ja, nee, het valt wel mee hoor. Het is een soort combinatie tussen... Michelle Pfeiffer en een bus Vim. Ja, meneer Bouwman. Wie heeft mijn bureau overhoop gehaald? Ik heb het alleen een beetje voor u opgeruimd. Ik hou niet van opgeruimd. Ik hou van niet opgeruimd. Nou ja, ik heb alleen wat papieren uitgezocht. Die heb ik opgeruimd en nu heeft u alles onder handbereik. Het enige wat onder handbereik is, is een leeg bureau. U wilt uw puinhoop terug. Als dat ze kunnen, graag. Dit stapeltje lag volgens mij hier. Oh, en dan had ik hier nog iets. Ja, dit stapeltje lag
daar. En dan had ik hier nog een stapeltje, dat lag daar. Zo, hier zo. Zo! Anders nog iets? Sylvia, dit is misschien een slecht moment om een nieuwe afspraak te maken. Ja, sorry hoor, maar hier kan ik toch niks mee? Ik ben geen diepvrieskip die je kunt ontdooien wanneer het jou uitkomt. Ja, je moet maar kiezen. Waar ben je liever? Bij de burgemeester in de auto of bij mij? Bij mij. Wacht even. Ik wil toch wel even weten wat ik teruggestuurd heb. Fuck de burgemeester.